Het zijn bizarre tijden. Niks is meer normaal. Neem nou vandaag, Koningsdag. Normaal ga je naar een Oranjemarkt, of een Zeskamp, of een fietstocht, maar niks. Mark zegt, blijf binnen. Maar de toppers, de campertoppers, denken daar heel anders over. Zij gaan duizend rond met bossen bloemen, chrysanten. Hé hey dames, je zit er hier relaxed bij. Wat waren de plannen eigenlijk voor vandaag? Ja, nou, we zouden eigenlijk naar 538 Koningsdag gaan in Breda. Maar goed, dat is gecanceld, dus dan maar hier. Hé, hey, maar vandaag de Campische Toppers, Duizel, ook mooi. Ja, supergezellig. Probeer best wel te maken, dus ja, dit is top. Jij, waarom wil ik zo graag bij je zijn? Je bent voor mij de Mona Lisa. Het allermooiste schilderij. De hele wereld mag het weten. Ja, mijn geluk, dat ben jij. Yo, springen! Hop, hop, hop! Begin hier, boven. Moet je niet springen? Hé, mevrouw, wat vindt u ervan dat u zo'n mooie bos bloemen hebt gekregen? Dankjewel! Hartstikke leuk! Een fantastisch idee. Was je een beetje eenzaam of viel het wel mee? Nee, ik heb mijn kinderen hier wonen, dus dat scheelt wel, hè. Dat die, maar ja, ik mis toch veel. Ik mis de gym en ik mis koersballen en een keer koffie drinken bij iemand. En, maar we houden, moet erin. Alleen op centen. De mensen kijken wat een ander heeft. En ga je weer al een keer op vakantie, dan zeggen ze dat je met schulden leeft. Sweet Caroline. De campertoppers, on tour. Wie zijn de campertoppers en wat zijn jullie vandaag aan het doen? Nou, de campertoppers is ooit geboren als een carnavalsgrap en een beetje uit de hand gelopen. Dus we zijn 5 jaar eigenlijk een beetje rondgetoerd met deze formatie. En we liggen eigenlijk al een paar jaar stil, maar 1 of 2 keer per jaar treden wij nog op voor iets leuks wat we zelf leuk vinden. Nou, zo kwam 2 weken geleden eigenlijk te ontstaan van kunnen we misschien huis een bloemetje bezorgen, al zingend. Nou ja, we zijn onderweg. Je ziet, het is weer allemaal gelukt. 800 bossen bloemen geschonken. We hebben onze pakken weer uit de kast gehaald en daar gaat je weer, hoppakee. Ja, dat is leven, leven in het mooiste gedicht. Alles is op jou gericht, het is echt geen droom, het is echt waar. Dit is liefde, dit is liefde, liefde op het eerste gezicht. Voor ons is een zonnestraal, die leidt ons weer naar ons ideaal. Die rijdt dus net als een sprookjeslag, naar een mooi park. En, zijn jullie blij met de bloemen? Heel erg blij, nou super blij mee. Echt waar, een kippenvel moment. Super leuk. En de muziek en alles eromheen, hartstikke leuk. Geweldige toppers, hè? Geweldige toppers. En in mijn gedachten een heel groot feest. Nu ben ik er klaar voor. Vanavond geniet ik het meest. Zijn jullie er ook klaar voor, Jantje? Zing met me mee tot morgen vroeg. Hier op het plein of in de kroeg. Zing aan het wolken bos. Wat kan jou verschillen? Zing maar op zo'n. Keep the baby.
mevrouw, u hebt hier een mooie vlag hangen. Hoe komt die eraan? Ja, zeker. Die vlag hebben we op bedrijf gemaakt bij Vlisco in Helmond. Toen koning Willem-Alexander als koning ingetreden is. Ja, en ik gebruik hem ieder jaar als vlag. S'avonds laat je mij alleen. Van de toppers. Erg leuk, heel gezellig, zeker. Ze zingen goed, hè? Ze zingen supergoed. Ik hoor ze er heel duizel. Geweldig. Mooi initiatief. Zeker, een heel mooi initiatief. En heel veel mensen op de been. Superleuk. Zo buiten voor het huis. Heel leuk. Zit het soms eventjes tegen, dan breng ik mij ervoorheen. Wil ik je daarvoor niet geven, omdat ik dan daarom ben. Voor Cafézaal De Donk wordt de nationale toast uitgebracht door de toppers met een heleboel bevolking van Duizel. Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Het was een mooi gebaar van de Kempentoppers om op deze Koningsdag in Duizel bloemen rond te brengen. En de Kempentoppers, ach ja, die zullen morgen wel minder bij stem zijn.